Jongens, het is tijd. Welkom bij deze nieuwe Content Veen video. Ik heb super, 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 super goed nieuws, jongens. Ik open mijn brievenbus en ik zie een uitnodiging. Na lang wachten is het eindelijk zover. Na maanden eraan werken is hij eindelijk af. Jullie zijn uitgenodigd om de grootste speurtocht van Content Veen te spelen. Als jij dit boekje hebt ontvangen, mag jij meespelen. Zorg ervoor dat je rond 8 uur vanavond bij de tribune staat voor de uitleg. Tot snel, groetjes, Rini en Floer. Jongens, het is op het moment 7:55. We hebben 5 minuutjes tijd. Spannend, ik heb er zin in. Dat betekent dat ik daarheen moet. Kijk, daar is Floer. We moeten naar de tribune. Let's go. Maar voordat we erheen gaan... Ja, een leuke gif. En ik weet niet waarom. Dit is een nieuwe, deze hebben jullie nog nooit gezien. Sebastian, ik wil dat je met de meest originele gif ooit komt. Ah, 5000 likes halen we niet. 5000 likes, kom ik je opzoeken. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja! Ja. Yeah. Yeah. Met z'n vieren. Nee, ik heb er echt zin in. Ja, Max schreeuwt. Rick, ik heb er zin in! Ah, fuck! Ah, mijn oren. Oké, ik heb een heel berichtje geschreven, dus ik ga het voorlezen. Oh, wat leuk. Vind je het spannend, René? Ja, om het voor te lezen. Nou, welkom. Jullie zijn de 4 uitgekozen Content Veeners die de speurtocht tegen elkaar mogen spelen. Jullie krijgen zometeen nog extra uitleg in de uitlegkanaal van... Jullie hebben nodig pen en papier, dus... In het echt? Ja. Ik heb geen pen en papier nodig. Jongens, een ouderwets man. Kan ik ook notities gebruiken? Kan ik ook een notitie gebruiken? Of moet ik echt gaan tekenen? Nee, je moet een beetje tekenen. Oké, wacht met de uitleg, dan gaat iedereen het even halen, oké? A few moments later. Alright jongens, we hebben een hele uitleg van René gekregen. Verrassing, Fred is er ook. Hoi, ik ben Fred. Hey Fred, jij doet niet meer met de speurtocht. Ik was op vakantie. Ja, ik had het door. Hey, ik moet heel even uitleggen, maar kijk eens wat we gaan doen. Ik doe niet mee. Nee, ik weet het. Waarom niet? Je mag op de achtergrond mag je dansen, tijdens mijn uitleg. Oké, jongens, de planning gaat zijn. Ik heb hier een grote map met daarin allemaal rode cirkeltjes en gele cirkeltjes. De gele cirkeltjes betekenen minigames en de rode cirkeltjes betekenen dorpjes, steden en weet ik wat allemaal. Waar wij die runes, oftewel die rare symbolen, kunnen vinden. Het doel is dat wij alle symbolen gaan vinden. Allemaal. Want we moeten uiteindelijk met die symbolen, kijk, weer een mooi plaatje, hier een zin maken. Bij elke minigame krijgen we te horen wat welke symbolen betekent. Dus misschien dat een streepje met een dakje erop en zo betekent wel de A, weet je. Dus het doel is dat we gewoon al die symbolen gaan vinden. Die symbolen gaan we omzetten tot letters. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, is het eigenlijk niet, weet je. Ik ga niet te veel uitleggen, jullie gaan het gewoon zien. Er gaat een eerste, tweede, derde, vierde plek komen. Fred, ik ga eerst worden. Nee, dat word ik. Je doet niet eens mee. Klopt. Oké, ik ben er klaar voor, Fred. Ik denk dat we kunnen beginnen. Ik ben ready. Ja. Gaan we beginnen in 3, 2, 1. Go, go. Ja, Oké, jongens, we zijn begonnen met de speurtocht officieel. Ik ga eerst... Deze map komt wederom even in beeld. We gaan even naar 4 toe. Dat lijkt mij de eerste logische plek. Ik heb de map bovenop me openstaan. Dat is in het water. Dus laten we er zo snel mogelijk heen gaan en kijken hoeveel symbolen we daar kunnen vinden. Ik moet er iets van 39 vinden. Dat is echt heel veel. Maar ik heb er serieus heel veel zin in. Oh mijn god, het is wel echt ver vliegen. Ik ben echt al best wat... Oh, mijn Elytra is genoeg. Alle durability is nog prima. Hier was trouwens de grote oorlog hier onder ons. Daar hebben we de grote oorlog gedaan tegen Julian. Oeh, ik zie op de map dat Rick ook vlak achter me zit. Daar moet ik voor oppassen. Rick die zit achter me aan, jongens. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Locatie 1 is bijna bereikt. Ik weet niet wat ik ga verwachten, maar het is op het water. Dus het is misschien iets onder water. Het is misschien boten, schepen of zo. Oh my days, nee, het is dat. Oeh! Wat cool! Oh my days! Het zijn allemaal steampunk vliegende luchtballonnen en schepen en weet ik wat allemaal. Oh my days, we zijn geland. Rick! Jij bent me gevolgd! Dit is ja, gaaf, ik wou hier ook naartoe. Ik wou hier ook naartoe. Damn! Dit is echt heel lijp. Dit is echt heel lijp. Hé, hey, maar ik ga wel sneller zijn, dus ik zal Skels opschieten. Want ik heb er al 1 gevonden. Dat is trouwens niet waar. Ik heb er geen 1 gevonden. Oké, jongens. Ze staan in boekjes. Die moet ik opschrijven. Dus oh my days, dat gaan we opschrijven. Oké, we hebben de eerste opgeschreven, jongens. We moeten hem terugstoppen. We mogen hem niet meenemen. Zo, de eerste is opgeschreven. Je kan er ongeveer 4 vinden of zo. Wat zei je? Ik zei niet dat ik er al eentje gevonden had. Heb je er al 1 gevonden? Nee, joh. Ze kunnen overal in zitten, Rick. Dat is dus het mooie eraan. Ze kunnen overal... Het is niet alsof ik er nu nog eentje gevonden heb die ik aan het opschrijven ben of zo, hoor. Nee, joh. Hè?
Dat doen we niet aan, Rick. Zo. Oké, laten we nu even die grote schepen pakken. Het grote blauwe schip hier. Ja, wie gaat mijn schip niet op? Oh, jij bent hier ook? Ja, heb je iets gevonden? Ik redde de sprong niet. Wacht, ik kan niet dat je niks vinden. Fred zei... Fred was hier, die zegt, ja, het ligt hier. Ik hoor jou dus dankjewel, Fred, zeggen. Nee, ik hoor je zelfs dankjewel, Fred, zeggen. Ja, ik zeg dankjewel, Fred, hier heb ik veel aan. Nee, hij heeft je niet genaaid. Er is daadwerkelijk hier iets. Er is hier niks, Max. Ik heb hem gevonden! Max, er is hier niks. Kut. Doei! Oké, dit is... wat is dit? Dit is ook wel een soort peetje, maar dan met een hoedje erop. Oké, jongens, ik heb er nu 3 gevonden van de 4. Er gaan hier dus meer liggen. En ik denk niet dat ik er 2 ga vinden in 1 schip. Dus laat ik hier ook gewoon niet te veel tijd verspillen en gelijk doorgaan. Oké, we hebben in ieder geval die gehad. Ik heb alleen deze 2 hier nog niet gehad. Oh, maar wat is dit een coole ruimte. Wat ziet dit er lijp uit. Sowieso is hier eentje. Hier in die barrels of zo, weet je. Nee. Oké, deze heeft dus helemaal niks. Dan deze. Alleen de witte heb ik nog niet gekeken. Oh mijn god. Waar is die laatste? Moet ik hierin? Ik ga dood. Ik moest hier niet in. Rick, ik moet er nog 1. Jij zeker ook, hè? Oh, ja. Ik heb er nu 3. Kut. Welke mis je? Ik mis er ook nog 1. Ja, we mogen natuurlijk niet samenwerken, maar... Ik moet nummer 2 nog. Volgens mij ik ook. 2 van de 4. Oh, ik heb ze alleen niet in de goede volgorde op mijn dingetje geschreven, besef ik nu. Nee, ik ook. Nee, maar die volgorde maakt het niet uit. Oké. Welke was jou als eerst geweest? Hier ben ik nog niet geweest. Dingen, samenwerken mag echt niet, weet je? Dus ik moet het wel echt zelf gaan vinden. Oké, jongens, ik heb hem gevonden, maar Rick mag het niet weten. Ik heb hem niet gevonden hoor, Rick. Ik ga er niet vandoor nu. Ik heb ze niet alle 4, doei. Ja, die had ik al. Ik moest alleen deze nog. Oh, daar rollen mijn handen. Ik ga er vandoor, sorry dames. Ik heb ze nu ook allemaal. Oké, jongens, ik heb ze alle 4 gevonden. Ik heb ze opgeschreven. Hey, hier is een onderwatermonument. Waar gaan we nu heen? Even snel op de map kijken. Ik ga de hele verkeerde kant op. Laten we nu naar nog een keer 4 gaan. Er zijn 2 viertjes. Oh, dan kan je er 4 vinden, is de bedoeling. Oh, maar deze, ik snap hem. Ja, we gaan gewoon zo snel mogelijk weer een stukje naar beneden. Dan gaan we naar het volgende plekje om daar de nieuwe symbolen te vinden. Als het goed is, ja. Wow! Het is een paddenstoelenland. Oh, maar deze, wat cool. Hier kan ik er ook 4 vinden, jongens. Hier kan ik ook 4 symbolen vinden. Oké, laten we zo snel mogelijk gelijk op avontuur gaan kijken wat we kunnen vinden. En wat ziet dit er cool uit, hé. Oh my days. Wow. Hey jongens, ik heb de eerste gevonden. 2 van de 4. Dat is een muzieknootje. Die gaan we opschrijven. Ik zei wel even los ergens anders. Zo. Hoppakee. Lijkt op een soort muzieknootje. Dan hebben we dit huis gelijk gehad. Ik denk niet dat ze 2 in 1 huis zouden doen. Dat is een beetje zonde. Gaan we deze paddenstoel in? Hierachter sowieso. Altijd hierachter. Nee, niet hierachter. Okay, deze is leeg, dit huis. Trappie omhoog. Hier in de paddenstoel zijn we dan. Er zijn heel veel... Ah, kijk. 3 van de 4, oké. Dat is weer een soort... Wat is dit? Oké, ik heb het opgeschreven, jongens. Ik heb hem opgeschreven. We gaan hem terugstoppen, zo. We moeten 5 voor 9 verzamelen bij minigame 1. Dat is over ongeveer 7 minuutjes. Oh, maar deze. En ik heb ze nog niet allemaal. Ik moet opschieten. Het ding is, de regel is... We mogen niet onze Elytra gebruiken in dorpjes, jongens. Dus als je denkt, Max, vlieg gewoon overal bovenop. Dat mag niet. Dus als hoofdregel is gezegd... Gebruik niet je Elytra in dorpjes. Alleen waar we net waren mocht. Dat omdat, ja, dat vloog allemaal, weet je. Kijk, dit hier. Dit is een plek waar ik iets kan vinden mogelijk, weet je. Maar nu lijkt het er ook wel op alsof hier niks zit. Hier op de bomen dan? Of in de bomen misschien? Hier op het dak kunnen we klimmen. Hier, we kunnen gewoon parcouren, hè? Ja, parcouren kan wel. Ik vind het moeilijk, jongens, deze. En ik heb niet zo lang, want ik moet zo meteen... Oh, kijk. Hier. Ja! Oké, 4 van de 4. Dat is jeumig. Wat is dit voor symbool? Gaan we opschrijven. Ja. Ik heb ze allemaal. We gaan er vandoor. Ja, zo mindfucked. Ik weet het echt niet. Hey Rick, ik zie je bij de minigame. Doei! Heb je ze? Ze allemaal! Ik heb ze allemaal, let's go! We gaan gelijk naar de minigame. Waar is dat? Minigame 1. Oh, dat is hier in de buurt. Dat is hierboven. Daar ga ik de hele verkeerde kant op. Weet je wat? Ik heb de tijd. Ik heb nog 4 minuten. Maar ik ga wel gewoon vast. Ik ben gewoon een goede speler die daar dan lekker even vast gaat chillen en zo. Oké, wat is de minigame? We zijn er allemaal. Oké, dan gaan we gelijk beginnen met de uitleg van de minigame. Minigame 1. Geocaching. Stolen van jullie. Oh god. Yeah. We moeten schatten zoeken. Voor degene die het niet snapt wat het is. Ja, we snappen volgens mij allemaal wel wat geocaching is, toch? Okay. Welkom spelers bij de eerste minigame. Jullie krijgen zo meteen van mij een nieuw coördinaat. Precies op die locatie moeten jullie F3G doen. En dan krijgen jullie de tijd om een prijs te zoeken in deze chunk. Een soort geocache speurtocht minigame. Ja. Er liggen 4 prijzen verstopt in deze chunk. Als je er eentje vindt, moet je deze mee terugnemen naar de ontmoetingsplek. Maar ik denk dat wij achter jullie aangaan, dus laat beginnen. Dit is... Oh, moeten we anders niet hier terugheen? Nee, ik denk dat wij achter jullie aangaan, maar dat komt zo meteen wel. Als je een prijs vindt, moet je deze mee terugnemen naar ons en aan ons laten zien. Je mag deze dus ook niet meer terugleggen en op zoek gaan naar een hogere prijs als je denkt
hoger is. Oké. Nadat jullie deze prijs aan ons hebben laten zien, krijgen jullie van ons nieuwe runes en een gedeelte van het ontcijferalfabet. De prijzen mogen jullie gewoon houden, dus wij moeten alleen even zien welke jullie hebben. Mag ik vragen hoeveel runes iedereen al heeft? Nee. Zometeen. 2. Als je klaar 7. Bent, mag je daarna 7. Gelijk weer verder zoeken. Dus als je er eentje hebt gevonden, mag je daarna gewoon gelijk weer door. De informatie je mag maar één schat vinden, toch? Neem ik aan. Ja, als je er eentje hebt gevonden, dan moet je die ook houden. En dan ja, en dan als we hier, als we hem afgeleverd hebben, krijgen we de runes. Dus krijgen we een paar nieuwe symbolen. Ik ben en we krijgen klaar met mijn uitleg. Ja, nee, maar even voor de duidelijkheid. Sorry. Oké. Nadat jullie de prijs aan ons hebben laten zien, krijgen jullie van ons nieuwe runes en een gedeelte van de ontcijferalfabet. De prijzen mogen jullie zelf houden, dus gewoon even aan ons laten zien van deze week. Als je klaar bent, mag je daarna gelijk weer verder zoeken als we alle informatie in je boekje hebben geschreven en zo. En de informatie die jullie hierna krijgen, krijgen jullie in je eigen kanaal in de Discord server. Dus het zal letters op de goede plek. Die krijg je dan in een chat. Ja. Doei! Deze kant op. Doei! Deze kant op! We moeten deze kant op. Het doel is nu dat we schatten gaan vinden. We gaan naar een coördinaat toe waar met z'n allen in dezelfde chunk moeten we een schat gaan vinden. Dat zie je. Volgens mij zie je, jongens. Oh nee, wat een moeilijke chunk hallo, dit. Iedereen. Oh nee. Nee, wacht. Het is deze kant op. Nee. Deze kant op. Ja, ik moest nog kijken waar ik heen moest, joh. Ja, je kan net zo goed ons volgen, weet je. Eén iemand hoeft het maar te vinden. 28 moeten we, dus deze kant op. Wij blijven hier staan wachten, dus als je... Hier, dit is hem. Dit is deze chunk. Dit is hem. Ja, dit is de chunk, jongens. Dit is de chunk. Succes met schatten vinden. Och, nee. Je mag maar eentje vinden, toch? Ja, eentje per persoon. Ja, water. Nee! Hij is leeg! Een kist. Wat een scam. Hij was toch niet leeg? Ik heb er één. Sukkels. Waar zijn jullie? Ja, ik heb er ook één. Ik heb er één. Kijk. Kijk. Ik heb hem. Allemaal, denk ik. Ja, wat onaardig dit. Maar voor mij. Jij hebt... Niet ja, leuk. Dat is mijn boekie. Dit is leeg. Allemaal zijn wij weer goed, Julian. Ja, alleen Julian en ik hebben hem. Kut. Ik heb diamond. Waarom heb jij diamond? Ik heb diamond. Ik heb veel lamer rewards gekregen. Auw. Oké, dan mag ik gelijk verder? Ja, ik stuur zo meteen al dat ontcijferding door. Wat hebben jullie? Ja, wat top. Later losers! Ik heb diamond. Oké, jongens, we hebben shit gekregen, maar laten we nu gelijk even doorvliegen naar de goede plek. We gaan namelijk nu, we gaan links onderin in het ijs. Daar wil ik heen gaan. Helemaal links onderin naar het ijs. En dan gaan we zo meteen even dit boekje bekijken. Minigame 1, dat zijn nieuwe ruïnes, of nieuwe symbolen die ik heb gekregen, runes. En 4 op de goede plek. Ik krijg 4 getallen, krijg ik op de goede plek zo meteen aan het einde. Dat leg ik aan het einde wel uit. Dus ik heb nu 4... 8, 12 verschillende symbolen heb ik al inmiddels. Dat gaat serieus best goed, jongens. Dat gaat serieus best goed. En ik krijg zo meteen van René, krijg ik van al die symbolen, krijg ik er al 4 die ik op de goede plek mag plaatsen van dit plaatje. Want dit is uiteindelijk natuurlijk de zin die ik moet gaan bouwen. Dus ik krijg al meteen dan 4 plekken die goed zijn, waar de symbolen moeten. Vind je deze speurtocht nou nu al leuk, jongens? Ik vind hem zo geweldig in elkaar gezet van René en Floor. Het is volgens mij zoveel werk geweest. Laat zeker dan even een like achter. Abonneer op mijn kanaal. We hebben volgens mij bijna de 200.000 abonnees. En vergeet zeker ook niet eventjes een reactietje achter te laten. En volgens mij zijn we er. Je moet aan het einde van deze video even een cijfer achterlaten van de speurtocht. En je favoriete locatie waar we zijn geweest. Maar waar moet ik heen? Is dit het? Ben ik er? Nee, ik ben te ver. Dat moet het wel zijn. Hier, in deze bergen. Oh mijn god, het is weer een dorp. Het is weer een dorp, niet te geloven. Het is een heel sneeuwdorp. Oh, wat cool! Wow, wat lijp. Oké, laten we gelijk weer op zoek gaan naar nieuwe symbolen. Ja, we hebben de eerste gevonden. Een peetje. Die gaan we opschrijven. Zo, die is opgeschreven. Dan plaatsen we hem terug voor de volgende om te vinden natuurlijk. Hier zijn ze aan het ijsvissen en zo. Damn, wat is dit cool in elkaar gezet, hé. Volgende huisje even inspecteren. Kijken of we hier weer wat vinden. Nee. Ja, ze doen het wel slim. Het is niet zomaar gewoon in barrels en weet ik wat allemaal. Ze zijn wel moeilijk verstopt hier en daar. Pas op ijsbeer. Oh jee. Oh mijn god, er is daadwerkelijk een ijsbeer. Maar ik heb toch het gevoel dat er daar binnen wat te vinden is voor mij. Dus laten we hier naar binnen gaan. Yep. Oké, hey, die had ik al eerder. Die. Dit is 1. Was dit 1 of wat was dit? Dit was 1 van de 4. Oké, die schrijven we dan ook weer op. Kijk jongens, voor jullie even. Dit is mijn papiertje tot nu toe. Het gaat erg goed. Dankjewel ijsbeer voor het lenen van jouw symbool. In de boom. Oeh, kijk hier. Nee, niks. Oh, wat zijn nu echt van die net barrels plaatsen overal. Sowieso moet ik daar naar boven. Daar wil ik ook heel graag heen. Maar ik stel dat het laatste uit. Omdat dat lijkt me echt de coolste plek daarboven. Oh, ik heb er weer één. Hey, ik heb er weer eentje hoor. Kijk.
Het is makkelijk, dat is helemaal niet waar. Het is echt niet makkelijk. Ik ben echt aan het stressen en aan het zweten. Dat dit gewoon allemaal gebouwd is voor de speurtocht, vind ik zo gaaf. Gaan we de brug over? Ik zie hem al. Dat is hem. Als hij niet in is, word ik echt boos. Ik wou net zeggen. Oh, maar ik ben gewoon... Ik vind het jammer dat het voorbij is, deze locatie hier, weet je? Een R. Wat een raar symbool. Het is gewoon letterlijk een R. Oké, dan plaatsen we die ook weer op de locatie, zoals het hoort. Dan ga ik deze ga ik ook even opschrijven. Nou, dat gaan we niet doen trouwens. Dat maakt niet uit. Oh man, dan moet ik hier alweer weg. Ik vond dit zo cool. Ik wil hier langer blijven. Ik ben alweer klaar. Ik vind dit zo'n coole plek. Ik vind het jammer dat ik hier weg moet. Hallo, mijn beer. Dit is jouw beer. Misschien kan je hem naar die andere beer brengen. Nee. Oh, hey. Deze is groen. Hij is helemaal niet groen. Wel. Nou, Floor, ik ga naar de volgende. Oké, jongens, we moeten snel door naar de volgende plek. Oh, wat jammer dat je weg moet. Oprecht, ik vind het zo'n leuke plek. Ik ben blij dat ik meer vuurwerk heb meegenomen, want ik heb ook meer nodig. Maar laten we weer even kijken naar de map, jongens. Ik ben nu aan het vliegen naar plek 4. Oftewel, de mansion in de buurt van mijn kasteel. Het ding is, ik heb niet slim nagedacht over de route die ik ging doen. Want zoals je nu nog steeds op de map ziet, moet ik zo meteen naar plek 2 toe waarschijnlijk. De tweede gele minigame. En ik ga nu helemaal naar beneden, naar waar naast mijn kasteel. Daar staat een viertje bij. Oftewel, daar kan ik weer 4 nieuwe vinden. Maar ja, dat is wel echt nog een stuk vliegen zo meteen. Is niet heel slim over nagedacht, maar ik zie jullie bij de mansion. Alright, jongens. Na 2 miljoen jaar vliegen zijn we eindelijk aangekomen. En plek 4 is dan ook dit. Het is de mansion. En we gaan echt overal en nergens waarschijnlijk dingen vinden. Ik ben aanwezig. Helaas. Helaas. Oh mijn god, hier zijn zoveel kisten, gast. En barrels en weet ik wat allemaal. Oh mijn god, Rick, hoeveel heb je er al gevonden, eerlijk? Ja, legit, nog geen 1. Hoe lang ben je hier al? Ja, 2 minuten, dus dat valt helemaal. Gast, als jij bij de ijsplek komt, die is zo cool. Ja, die is echt cool. Nou jongens, laten we gewoon even alle kisten overhoop halen en ik roep jullie wel. Jullie zien mij wel verschijnen als ik er eentje heb gevonden. Jij leugenaar, je hebt er nog geen gevonden hier. Oh, jij zegt ik heb er geen gevonden, maar ik dacht ik loop er toch even heen waar jij was geweest, weet je. En ja hoor, daar vind ik er eentje. Echt, ik vind er daar gewoon eentje. Letterlijk toen je het vroeg had, ik hem net in mijn handen. Oh, maar deze. En meer nog niet, eerlijk, want ik heb nog niet gezien waar je voor de rest was. Fred. Nee. Geef me niet. Nee, naar achter. Naar achter. Oh mijn god, ik weet er waarom. Nee. Wat is, groen. Ik wist het! Maar er is hier iets! Er is hier niet eens iets, Fred! Dat voor YouTube! Ik dacht dat dit het was! Oh, ik denk, je gaat me een hint geven. Oh, mijn deze. Ik dacht, dit is het. Nu heb ik er één gevonden, maar nee hoor. Ja, je had er weer een ding! Oké, ik zag hem ook! Nou, nu moet ik op jou wachten. Nu moet ik op jou wachten. Even kijken. Ik zag hem ook. Ik wilde hem ook pakken. Samen, hè? Nee, dat is... Ja, ik ben al bij de ijsdinges. Ik heb het hele ijsgebied al dinges. Ja, hij heeft hem niet gepakt. Ik moest eerst weer terug aan die mushroom ding. Moet je nagaan, ik sta gewoon voor op Rick. Kijk, die gaan we even opschrijven. Die komt me bekend voor, deze hebben we al vaak gehad. Ik weet het wachtwoord niet, Fred. Het spijt me. Ik ook niet. Je moet het wachtwoord blijven raden, Rick. Ja, maar hij wist het wachtwoord niet. Je moet het wachtwoord blijven raden, Rick. Ja, maar hij weet het zelf ook niet. Maakt niet uit. Nee, het is, ik heb er geen één gevonden. Ja, wat is er voor een nutteloze kamer? Ja, om jullie tijd te geven. Oh my days, jongen. Er is helemaal niks hier, Rick. Succes. Ja, doei. Een kat! Hier gaan we sowieso wat vinden. Kan met niet anders. Groene ogen. In het poepgat van de kat. Oh, niet eens. Nee, Rick, er ligt niks. Ja, dat zei ik net ook tegen jou, maar toch wachten wel. Maar hier ligt... Oh, wat is dit voor demonisch iets? Huh? Wat is dit? Dat is ik wil een ding lezen, maar dat lukt niet. Ik kan niet in lezen. Dat zit hier ook niet in, maar het is een oh mijn god, maar wat ga ik summen? Max, ik haat jou! Er lag er wel een, hè? dat ga je beneden zien, wat je gaat summen. Oh mijn god, ik heb hem gesummend. Ik draai hem rond. Wat heb ik gesummend? Wat heb ik gesummend? Ik wil er een. Waar is het? Wat heb je gesummend? Hoe kom ik daar? Oké, maar ik ga eerst even dit... dit zijn zeker nutteloze kamers, want... Wat heb ik? Ik heb iets opgeroepen. Heb jij ook de Ouija-board gevonden? Ja. Ja, alleen ik heb iets opgeroepen, maar ik weet niet hoe ik daar kom nu. Je hebt niets uit de kisten gepakt, toch? Nee. Ja, maar vertel me dat hier letterlijk niks ligt. Nee, we hebben iets opgeroepen om beneden en dan kijken we wat we opgeroepen hebben. Maar daarvoor moeten we naar beneden, nogmaals. Wat is dit? Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Ah nee, wat is dit voor vieze kamer? Oh mijn god, wat is dit? Jullie hebben hier een bordje helaas neergezet, ik haat jullie. Oh mijn god, er zijn skeletten onder, die worden omhoog geduwd telkens. Ik heb niks gevonden, hè, hier. Nee, maar dit heb je gesummend. Maar Rick komt ook nog even. Ja, oké. Nee, Rick, er is hier niks engs beneden hoor. Maar dit was gewoon afleiding dit. Verder is hier niks. Oh, maar deze. En ik ben braaf zoeken naar alles. Oké, nou, succes hier. Oh, Fred. Fred, heb jij wat gevonden? Fred, waar ben je? Fred? Ik zag je. Fred. Hey, in het hoofd. Max, waar ben jij? Zeg ik niet. Oh. Max?
Wat? Hé, hey, Max! Nee! Wat een meen ook! Die hebben we ook gevonden, de laatste. Dankjewel, Max. Man. Loser. Oké, we gaan er gelijk vandoor, jongens. We gaan gelijk naar de grote stad, namelijk de stad van Content 2. Jullie kennen hem allemaal, mijn stad. En het blijkt dat in deze stad hier ook dingen zijn verstopt. Dat hier letterlijk ook heel wat is verstopt. Oh, mijn is. Ik ben heel benieuwd dat ik hier... het kan letterlijk overal en nergens kan het zijn. Dat is het probleem een beetje van de stad. Maar ik gok dat ze het wel een beetje op de hoofdpunten doen. Dus belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld de fabriek en zo. En de kerk en het kasteel. Alleen, hij kan het kasteel niet echt in door Frederik natuurlijk. Dat is een beetje het probleem. Jullie horen wel wat van me als ik iets gevonden heb. Ik heb er één! Oh mijn god, in de bank van Fred. Ja, 7 van de 8. Het is een peetje. Oh my days. Oké, de eerste. Ik heb de tweede gevonden in het kattencafé. Ik wist het, dat kan niet anders. René met katten, dat moet in het kattencafé. Wat is het? Het is een... Wat is het? I don't know, lijkt wel billen. Iedereen binnen 5 minuten naar minigame 3 komen verzamelen op... Oh mijn god, ik kom erheen, ik kom eraan. Ik heb namelijk 5 minuten tijd nodig om daarheen te vliegen. Dit is wat ik bedoelde, jongens. Laat alleen dit huis hier even kijken. Ik denk niet dat ik hier iets ga vinden, maar hé, je weet maar nooit. Tot nu toe doen ze het alleen op memorabele plekken. Nou, laten we weer een heel eind gaan vliegen. Zin in, yeah! Oh, ik lees het helemaal verkeerd. We moesten naar 3, jongens. Ik word erop gecorrigeerd. Oh my days, dan heb ik helemaal niet zo ver te vliegen. Dan moet ik naar 3 toe. Wat raar, dat we van 1 naar 3 gaan. Als het goed is, zijn we er bijna. Ik gok dat het hier ergens moet zijn. Dit lijkt wel op de plek waar ik toen was toen ik moest vluchten van Julian. Ja, dat lijkt serieus op de plek. Ik moest toen een tijdje... Je was hier om het hoekje was het. Daar, ja, kijk dat! Oh mijn god, dan moet ik dat daadwerkelijk verzamelen. Dit is de plek waar ik moest vluchten voor Julian. Wat cool. Ja, dat, ik dacht dat ik hier nooit meer terug zou. Wacht, ik ga even kijken. Of mag... Nee, oh nee, trouwens. Er staan nieuwe dingen. Wow, hier ben ik lang niet meer geweest. Hallo allemaal. Hallo. Ik ga uitleggen. Luister goed. Welkom, spelers, bij Fred. Ik ben Minike... Andersom, ik heb jullie hulp nodig. Ik zoek 4 voorwerpen in een bepaalde kleur. Wat denken jullie? Blauw. Ja, klopt. Wat groen. Het is, zeg ik niet. Klopt, het is groen. 10 punten voor hulp. Hey, 10 gratis symbolen. De objecten liggen verspreid in kisten, barrels, ovens of item frames. Het zal duidelijk zijn wanneer je er een gevonden hebt. Oké. Okay. Waar liggen ze? Ik daarachter, ben hier niet klaar. Sorry. Hier? Sorry. Jullie gaan zo een groen voorwerp vinden. Allemaal tegelijk. Het is geen race. Maar neem dus de tijd. We wachten op elkaar tot iedereen het voorwerp gevonden heeft. Oh, oké, prima. Het gaat niet om skills of snelheid of wel om geluk. Ja. Ja, mogen we hier ook niet vliegen beneden? Nee. Alleen naar beneden. Ja, laten we dan hier die lighter al afdoen. Dat we ook gewoon naar beneden gaan rennen met z'n allen. Ja. Gewoon afdoen, hè? Geen of we leveren zelfs Elytra in. Wat dachten we daarvan? We kunnen helemaal niet vals spelen. Nee, we gaan sowieso niet vals spelen. Nee, oké. Ja. Dus eer aan jezelf. Ga verder. We wachten op elkaar tot iedereen het voorwerp gevonden heeft. En dan laten we weten wie er gewonnen heeft. Komen we hier weer terug? Ja. Oké. Was dat goed? Waar mag je allemaal vinden? Gewoon alleen in de huisjes? Ja, gewoon dingen in de huizen vinden en het is geen tijd. Jongens, nou, dit zijn drie, we... Ik ben ready. 2-1. Go! Ik ga achter jullie als MLG aan! Jullie gebruiken hem! Oké, we weten niet wat de waarde gaat zijn van het groene object, hè, jongens. Dat is dus het ding. We gaan gewoon wat vinden. En het gaat niet om tijd. Het gaat om... We gaan alle rust nemen. Rennen! Neem onze tijd, jongens. Adem in, adem uit. Het is echt cool om hier weer te zijn. Dit is waar we heen moesten toen ik moest vluchten voor. Niet jou, Julian. Wat? Nee, dat was niks hoor. Ik was hier gewoon... Ik heb iets gevonden, losers. Doei! Ga maar naar het kampvuur. Nee, ik wil even rondlopen. Ik wil even verder kijken. Nee, wel. Ik wil kijken wat hier allemaal gebouwd is. Nee. Oh, dit ziet er cool uit. Ik was die tenten. Het had zo'n mooie basis kunnen zijn, hè, als we hier met z'n allen door bleven bouwen. Jongens, laat in de reacties weten van welke video komt deze locatie van. Ik heb natuurlijk al gezegd, ik moest vluchten voor Julian. Maar welke video was het? Welke video was het dat we hier waren met z'n allen? Alleen echt goede OG-kijkers weten dat. Oh nee, dit was niet mijn tent. Jawel. Huh? En daar, die rode tent was van mij. Hier, en toen zaten Floor en Bram volgens mij zaten daar. Oh, maar nee, dat was cool. Wat heb jij? Ja, wat heb jij? Ik heb een emerald. Helemaal niet. Nee, want die heb ik al. Ja, kijk, ik miste het. Ik heb een kaars. Ja, maar wie weet is de kaars wel meer. Ik denk dat dat juist een grap gaat zijn dat de emerald het minst waard is. Nee, die emerald is sowieso meer. Nee. Ik vertrouw het niet. Ik denk dat ik gewoon net zoals net weer het laagste item heb gevonden. Ik denk dat ze echt aan het kloten zijn met ons. Dat ik denk, hé, wat cool, weet je. Ik heb de emerald, maar dat gaat gewoon niks waard zijn. Fall damage. Oep. Nee.
Nou, ik mag elkaar niet doodmaken. Ja, dan ik zeg alleen wie gewonnen heeft. Jij zegt hoeveel. Daar zeg ik wel voor het boekje. Boekje, tweede pagina. We beginnen met de laatste plek. Oh nee, niet de emerald. Ja, dat ben ik. Ja. Ik heb een slijmboog, emerald. Zeggen we niet dat het kaars is. Ja, we worden geprankt. Nummer 1. Nee, je gaat beginnen met de laatste. Begin met de laatste. Oh, nummer 4. De... Emerald. Nee, ja. Is dat ook? Oh, hoezo is de emerald nou het minst waard? Ik dacht dat ik wat waardevols had. Gefeliciteerd. Oh, mijn god. Moet ik gelijk mijn prijs komen innen? Ja, zal dat maar gewoon doen? Anders. Ja, ik kom mijn prijs gelijk... Waarom? Ik had net ook het laatste item. Hier. Hier heb je mijn boekie. Wacht even hoor, ik moet even zoeken. Let's go. Oh, ik krijg mijn boekje. Ik heb... Oh mijn god, wat is dit? Oké, top. Prima. Jij mag niet gaan hoor. Ik moet even wachten. Nee, ik wacht. Ik ga geduldig wachten. Ik ga lekker opschrijven wat ik heb. Nummer 3. Oh jee, plek. De... Emerald. Kleinbouw. Nee! Ja, lekker ja, hoor! Let's go, let's go! Ze winst niet als het beste. Het gaat tussen onze Justin. Oké, dan de nummer 1. Nummer 1, wie heeft de beste? Dat is de Ender Eye. Oh, ja, toch! Nee. Toch wel, nummer 1! En nummer 2, de kaars, jij loser. Ja, dat teken ik, I'll take it. Man. Alsjeblieft. Hij heeft gewoon ook, net als je had net ook het beste item. Ja. Ik wens jullie een fijne dag. Dankjewel, Fred. Dag! We gaan terug naar de stad en we gaan kijken of we daar nog meer symbolen kunnen vinden. En als het goed is, vinden wij hier weer de stad. Ja, ja, daar zijn we. We vliegen vanaf dezelfde kant komen een beetje aanvliegen. En ik heb gevraagd aan René, het kasteel is geen kwestie vanwege Frederik. Daar mag ik natuurlijk niet naar binnen. Dus daar is ook niks verstopt. Dus laten we even kijken waar wel wat verstopt is. Welke plekken er dingen verstopt zijn. En zoals ik al zei voordat ik naar de nieuwe minigame ging. Ik denk alleen memorabele plekken. En wat is dat? De kerk. Laten we even in de kerk kijken. Want in de bank was er eentje. Er was er een in het kattencafé. In de fabriek gok ik ook. Maar ook in de kerk. Moet ik oppassen dat ik niet word geraakt door het virus. Zo. Sowieso gaat hier iets gevonden worden. Joop. Oh, maar deze. Niet eens. Ik denk dat ik gewoon oprecht niks ga vinden in de kerk. Laat maar. Oké. De begraafplaats. Nee, ook niet. Laten we dan maar even in de fabriek kijken. Anne heeft trouwens hier in de fabriek, jongens. Ze heeft een nieuwe verdieping gemaakt. Dat is hier een beetje de opslag. Dat is gewoon boven. En, oh, wat zit hier achter? Dat is het aquarium. Want als je hier naar boven gaat, je kan nog één verdieping hoger. Dan kom je in haar kantoortje terecht. Het is wel even leuk om te laten zien. Moet je zien. Hier, hoe leuk is dit? Gewoon een kantoortje met uitzicht op de dam en zo. Maar ik ga gelijk even kijken of ik hier wat kan vinden. Het is wel heel nieuw, dus ik denk niet dat dit hier al... Of dat hier wat gebouwd is natuurlijk. Of een boekje zit met getallen erin of symbolen. Maar even goed, gaan we eventjes kijken. Oh, diamonds. Oké. Jezus, Anne, wat een flex dit. Gadverdamme, alle diamonds. Voor mijn gevoel kan ik hier niks vinden. Ja, in het hotel heb ik er één gevonden. Oh, maar deze duurde lang. Ik ben hier echt... Ik heb letterlijk nog maar eentje gevonden. Of 3 nu in de stad, maar eentje sinds ik terug ben. Laten we ook even de ruimtegrot bekijken. Dat vind ik ook wel een plek om iets te vinden, eerlijk gezegd. Dit hier. Ja, ik denk niet hier beneden helemaal, maar misschien gewoon in de doorgang, weet je, van de grot. Het zou zonde zijn als ze het hier niet gedaan hebben, kan ik beter zeggen. Ja, 5 van de 8. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja. Ja, dit gaat goed, jongens. Het gaat soepel. Dan hebben we het in de ruimte gehad. Dan heb ik er nu al 4. Terwijl de helft. Ik hoef er nog maar 4 in de stad. Zouden ze het in mijn eigen huis hebben gestopt? Ik woon natuurlijk in het kasteel, dat weten jullie. Maar ik heb tegenwoordig een tijdelijk huisje hier. Zou het daarin ook gedaan zijn? Oh, trouwens, voordat ik ga checken, ik besef me sowieso. Ik zeg net dat het sowieso maar op deze boot. Op deze boot. Dat is zo'n goede plek om er eentje te verstoppen. Kom op, laat me gelijk hebben. Laat me gelijk hebben. Dan voel ik mezelf zo cool. Oh nee, het is niet op de boot. Man, wat jammer. In de grot zie je dan. Is ook een coole plek. Ook niet. Misschien dan toch in mijn huis. Niet in mijn huis. Oh my days. Ik ga naar huis. Hey Rick! Hey! Hoeveel heb jij er al gevonden in de stad? Ik heb er nu... Jij moet eerst nou trouwens. Ik heb er 4 gevonden al in de stad. Ik heb er 3. Waar? Zullen we... Nee, we gaan niet delen. Nee, dat mocht niet. Hè. We mogen niet Nee, dat mag niet. We mogen niet delen. Nee. Nou, had ik het wel graag gewild, want ik ben er echt klaar mee. Ja, de stad is moeilijk, hè? Ja, de stad is echt moeilijk. Het is gewoon te groot om het te vinden hier. Ja, het is echt niet normaal. Jij zit nu in een ander huis te kijken. Ja, maar daar kan ik niet echt iets vinden. Ja, 2 seconden. Rick zegt 2 seconden. Hij is gemute. Zij is in zijn huis. Heeft hij iets gevonden? Nee, hij is op weg gewoon 2 seconden. Misschien in het huis van Kwak. Nee, mijn huis ligt legit niks.
loopt. Hierachter misschien. Ja, jongens, laten we even een pauze nemen uit de stad. En ik laat jullie de mapjes zien. We hebben helemaal rechts onderin hebben we een cirkel te staan met een drietje eromheen. Laten we heel even daarheen gaan. Zodat we even kunnen ontsnappen uit de stad. Het is namelijk veel te groot om er allemaal te zoeken. Ik heb er al 4 gevonden. Misschien ga ik er geen meer vinden. Is het zonde van mijn tijd. En bij die andere kan ik er maar 3 vinden. En dan is het toch misschien 3 meer dan 0. Weet je? Dus laten we die kant op gaan. Als het goed is, zijn we elk moment op locatie. Is dit het? Nee. Is dit het? Nee. Is... Oh, my days. Er zwemt een grote haai daar. Oh, wat is dit? Cool. Allemaal grote vissen. Wow. Jongens, ik heb zelf ook vissen. Dit vind ik echt amazing. Oh, my days. Kijk, zo'n grote haai dit. Damn, wat gaaf. Oh, dit vind ik echt heel cool. Dit vind ik serieus heel cool. Kijk dit dan. Een grote haai. Sowieso in hem. Sowieso in de haai. Kan niet anders. Ja, kijk. Oh, hij heeft allemaal visjes opgegeten. Jongens, ik ga jullie bevrijden. Zit er iets in de buik? Er zit zeker iets in de buik. Er zit een logootje in de buik of een symbooltje. Sorry, visjes. Ik heb helaas geen tijd om jullie te redden. Ik moet er weer vandoor gaan. Ik ga weer uit de maag. Dit is zo ontzettend cool, hè, deze haai. Wow. Zullen we even tussen het koraal kijken of we nog meer kunnen vinden? Er liggen overal kisten verspreid. Echt overal en nergens. Dat is een beetje het probleem. Het kan hier ook natuurlijk overal liggen. Maar ja, het is bij lange na niet zo groot als de stad. Kijk, het zijn zelfs kwallen. Oh mijn god, wat cool. Het is gewoon een kwal volgens mij, dit. Ja, er zijn overal kwallen. Hier op de kwal zit er zelfs 1. Hier in het visje. Die gaan we pakken. Ja! 2 van de 3. Kunnen we hier even opstaan? Nee, oké. Dan moet ik snel zijn. Oké, dit is een... Oh, oké. Prima. Dit lijkt op een visje zelfs. Het lijkt op gewoon op een visje. Dit logo. Dan hoeven we er nog maar eentje. Nou, dat gaat goed. En waar gaan we die vinden? Ik weet niet of we die tussen het koraal gaan vinden. Misschien is dat afleiding. Tot nu toe vond ik in een vis en in de haai vond ik er eentje. Dus het zou raar zijn als we er eentje tussen het koraal vinden. Moeilijk jongens. Erg moeilijk. Zeker omdat ik telkens naar boven moet zwemmen. Anders verdrink ik natuurlijk. Hallo visjes. Dat is een beetje het vervelende. Dus ik moet heel snel telkens heen en weer. Daar ben ik nog niet geweest. Bij die Nemo daar. En die Nemo die verstopt een barrel onder zijn buikje. Wat verstop jij hier, jongeman? Wat ben jij aan het verstoppen voor mij? Is het misschien soms een mooi symbooltje? Nee, het is niet een mooi symbooltje. Ik heb hem! Ik heb hem! De laatste! Oeh, maar ik verdrink! Oh mijn god, hij staat tussen het koraal hier. Hij staat hier tussen het koraal. Oké, dit is weer een visje. Oké, dat betekent dat ik 2 visjes heb gevonden. Zo, 2 visjes en een soort dingetje. Oké, hij zat in die barrel hier. Zo. Er zat 1 in de haai, 1 in de vis en 1 hier in het koraal. Kijk jongens, dan ga ik het even aan jullie laten zien. Ik heb op het moment heb ik alle dingen opgeschreven hier. En that's it. Nu moet ik er dus letterlijk nog 4 en die zijn toch echt in de stad. En dan gaan we zo meteen denk ik naar minigame 2 en dat is letterlijk de laatste. Oeh, oké, dus ik ben nu alle externe locaties ben ik geweest. Ik hoef echt alleen nog maar de stad. Man, ik vind dit zo cool met die haai en zo hier. Dit is echt een van mijn favoriete gebieden. Ja jongens, bij deze wordt de video vervolgd. Het is erg spannend. Wie gaat de speurtocht winnen? Vergeet zeker even niet te abonneren en te liken. Reageer even wie jij denkt dat er gaat winnen. Is erg belangrijk. En dan nu houd het kanaal goed in de gaten voor deel 2 van deze video. Want dit verhaal wordt vervolgd.